En toen ik hier kwam werken, toen had ik zoiets van, hey, wat vreemd dat wij hier 4 leefmilieus op een begane grond hebben en die allemaal separaat van elkaar afgesloten zijn. De leefomgeving die maakt dat mensen vrijheid ervaren. Dat ze kunnen zijn waar ze willen zijn. Maar dat betekent niet, doordat je cognitief achteruit bent gegaan, dat in één keer daarmee je behoefte aan vrijheid ook is afgenomen. Ja, medewerkers moesten in het begin heel erg wennen toen bijvoorbeeld de deuren opengingen en dus er een heen en weer lopen was van cliënten. Wij hebben een aantal informatiebijeenkomsten gedaan voor de omwonenden, dus die huurappartementen die wij binnen onze Berghorst hebben, om hen te informeren. Als wij die deuren binnenkort beneden open doen, dan kunt u dus in contact komen met mensen die dementerend zijn. En daar hebben we ook met name aandacht besteed aan het feit dat er mogelijk wel bepaalde angsten leven om in contact te komen met die mensen. We hebben getracht die angsten met name weg te nemen bij die mensen. En eigenlijk ook gewoon het te gaan ervaren. En het mooie wat we in de praktijk zien, is dat van die angsten helemaal niks terecht komt. Een cliënt op een afdeling die graag binnen zit, maar ook heel graag naar buiten wil. Dat laat ze ook duidelijk merken. En nu kunnen we haar ook gewoon de ruimte bieden. Ga maar. Wat voorheen niet kon, dan moest je haar achter die gesloten deur houden. Dan werd ze heel boos. En nu zeggen we, nou, de deur is open. Je mag gaan. De vragen die we vooral kregen van de mantelzorgers, van de cliënten zelf. Van nou, mijn vader heeft medicijnen op bepaalde momenten. En heeft slikproblemen, heeft bepaalde adviezen vanuit de logopedisten gekregen. Hoe gaan jullie daarin communiceren naar elkaar toe? Want mijn vader is niet bekend op een andere groep. Nou, daar konden we allemaal heel goed antwoord op geven. En uiteindelijk zie je dat iedereen gewoon heel enthousiast is. En zich ook prima kunnen vinden in de ideeën die we hebben. Dat kan dus betekenen dat iemand die op een stimulerend begeleidend leefmilieu woont, zich toch heel veel gaat bevinden op het andere leefmilieu, omdat het daar rustiger is, minder prikkels zijn. Dus je ziet uiteindelijk dat mensen zelf hun plekje gaan kiezen op de unit. Het is prettig om met elkaar te zijn, dezelfde ervaringen te hebben. En ook dat wij hier heel tevreden zijn, allemaal.